Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij dit eerste actualiteitendebat van een hele reeks benoemen. Het Montesquieu Instituut, het Filmhuis Den Haag, voor Demos en Diersport. Van dit nieuwe seizoen. Ik hoop dat u al een fijne zomer hebt gehad. Ja, ja toch? Ja, ja, heel goed om dat te horen. Er zijn een paar dingen anders dan we dachten. Zo dachten we toen we het idee kwamen om dit debat Nederland op weg naar duurzaamheid te organiseren, dat er een nieuw kabinet zou zijn. Aan de andere kant was al gezegd, het wordt een klimaatkabinet, vandaar. En dat wij dan onze mening zouden kunnen geven over of het regeerakkoord voldoende is om de doelen van het verdrag van Parijs te halen. Maar goed, er is geen kabinet, er is nog geen regeerakkoord. Er zijn alleen maar geruchten over dat ze juist ook over het klimaatvraagstuk nog helemaal niet uitzetten. Dus het zal meer het karakter krijgen van een wensenlijst aan het adres van het kabinet dan de evaluatie en analyse die we graag kunnen maken. Maar goed, dan heeft u daar wat in de toekomst aan. Zodra over een maand of acht het regeerakkoord er is, dan kunnen we kijken wat er van in is gekomen. Nou, het tweede wat even iets anders gaat dan we dachten. U ziet de drie panelleden en u denkt misschien waar is de inleider, professor Venninga. Die is op weg naar Den Haag, maar zit in de auto. Dat nog even als zelfs de grote klimaatexperts van Nederland vastlopen. We hebben echt een probleem. We draaien de volgorde dus even om. Hij komt wel, maar we hebben volgens mij ook zijn stellingen die we kunnen projecteren. Ja, dus daar kunnen we wel op reageren zo. Maar we beginnen met het panel. En ik stel de panelleden heel graag aan u voor. Suzanne Kreuger, ze is sinds 15 maart Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ze heeft ook klimaat, milieu, de luchtvaart, al die dingen in haar portefeuille. Ze was daarvoor actief in Greenpeace. Dan kun je het ver brengen in Den Haag als je bij Diederik Samson kijkt, maar ook die vallen, dus ik ben zo hartstikke. Wat deed je bij Greenpeace, Suzanne? Was dit knopje? Ja, ja, ja. Ik heb bij Greenpeace op heleboel terreinen gewerkt, van landbouw, klimaat, maar eigenlijk vooral voor bossen. Ik heb een aantal jaar in Indonesië gewoond en gewerkt om daar de bossen voor palmolie en illegale houtkap tegen te gaan. En ja, voor mij is ook duurzaamheid, dat probeer ik ook echt juist met het hele Haagse heel erg vast te houden, dat het echt een heel mondiaal vraagstuk is waar Nederland als grote handelsnatie, we importeren natuurlijk van alles uit alle hoeken van de wereld, een belangrijke bespreking is. Dat kun je toepassen in Nederland, in de Tweede Kamer? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om elke keer wel die plicht te halen. Er zijn geen grote mondiale denkers hier. Je probeert het toe te voegen. Maar ja, het is natuurlijk een heel veel vraagstukken als het gaat om klimaat, biodiversiteit. Gisteren onze duurzame dinsdag met een prachtige troonrede van Willem Verbla over eigenlijk de noodzaak om natuur echt te herstellen, restauratie. Dus dat we toch, ja, met heel veel gebeurt in Nederland, maar we moeten ook echt kijken naar onze impact op elders. Annemie Robbeek is hoogleraar strategie en transformatiemanagement, wat een leuke leerstoel heb je tegenwoordig toch aan de Universiteit Nijenrode. Adviseert in heel veel steden en provincies ook geloof ik, op het gebied van steden. Op welke steden eigenlijk? Nou, ik ben nu met de Zwolle Circulaire Stad 2030 bezig, maar ik was vrijdag ook met de drie Twentse steden bezig op het gebied van klimaatadaptatie. Maar ik doe ook de rode lijn in het werk is altijd innovatie en duurzaamheid. En hoe je dat met heel veel verschillende partijen kunt doen. En zo ben ik ook bezig met grote internationale uitdagingen zoals feeding megacities. En ook te zien wat kunnen wij vanuit Nederland daaraan doen. Want ook expert in steden, hè? Wat ben jij eigenlijk? Ja, ik ben ook al een keer een groot stedelijk vraagstuk geweest. Die bouwt de eerste school is dat. Ja, 94. En nog hier en daar commissaris, geloof ik, in het bedrijfsleven. Ik geloof bij het hele Nederlandse bedrijfsleven, maar. Nee, dat doe ik ook al wel een tijdje, maar je moet je concentreren. En tegenwoordig doe ik ABN AMRO. En die bank hebben we weer goed op de rails gezet. En nu investeren we 1 miljard in duurzaam vastgoed. En
gisteren de Circle, het hele circulaire centrum voor cultuur op het Zuid-Malenplein geopend. En ik ben commissaris bij KLM en het is de nummer 1 duurzame airline in de wereld en al voor de 12e keer samen met het moederbedrijf Air France. Het is opmerkelijk hoe het bedrijfsleven bezig is met klimaat op dit moment, maar daar komen we nog wel op, denk ik. Ja. En ook bij Abbott ben ik commissaris. Oké, ja, zie je wel, die lijst is. Ik ben eigenlijk dan niet op nummer 1, maar dan in de farmaceutische industrie voor de Dow Jones Index. Dus ik zit wel bij de duurzame, ja. Geweldig. Marco Visser, freelance journalist, heeft in Nederland gepubliceerd, onder andere in de Trouw, maar vooral ook. Het ligt er ook, zie ik op tafel, initiatiefnemer en samensteller van het boek Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei. En ja, misschien is het goed om even die term ecomodernisme gelijk uit te leggen. Ja hoor. Ecomodernisten omschrijven vaak als pragmatische natuurbeschermers. Wij kijken vooral naar hoe wij onze milieudruk kunnen verlagen en de menselijke ontwikkeling steeds verder kunnen bevorderen. En een sleutelterm in ecomodernisme is wat we de ontkoppeling noemen. En ontkoppeling betekent vooral dat we die druk zo laag mogelijk houden, zodat we voor onze menselijke behoeften vooruit kunnen. Hè. Dus laten we energievoorziening nemen. Wij willen eigenlijk dat je op zo min mogelijk land zoveel mogelijk energie kunt produceren. Of we willen met intensieve landbouw, bijvoorbeeld intensieve landbouw is een prachtig voorbeeld, op een klein oppervlakte produceren we heel veel voedsel. En door dat op een klein land te doen, kunnen we ruimte vrijmaken voor de natuur, de wilde natuur ook. Hoe komt het dat ecomodernisten uit de hoek van bijvoorbeeld Urgenda altijd rechts worden genoemd, neoliberaal, vriendjes van Trump? Ik zou het aan hen moeten vragen eigenlijk, maar ik denk zeker dat ze zeggen dat ze zeggen, ja, maar ik ben helemaal geen Trump. Vind je of ik voel mij helemaal niet rechts. Ik voel me zo links dat ik denk dat de linkse partijen mij niet in zouden herkennen als links. Dus ik begrijp het echt niet. En ook trouwens als we naar de auteurs kijken, want ik heb dit boek niet alleen geschreven, ik heb het geschreven met nog 6 anderen. Het bleek na de verkiezingen dat wij allemaal op andere partijen hebben gestemd. En dan zat ook iemand bij voor GroenLinks en dan zat iemand bij voor de ChristenUnie. Het gaat over het hele brede spectrum. Dus het is absoluut geen partijgebonden programma. En wat is het verschil met de meer klassieke milieu- en klimaatbeweging? Ja, waarbij de klassieke milieubeweging enigszins van betichten, als we het zo mogen zeggen, is dat er te veel blijft hangen in standpunten waarvoor het bewijs nu niet meer geldig is. Het lijkt erop alsof ze zo hun bepaalde mening hebben gevormd waar ze met moeite afstand van kunnen doen. Voor ecomodernisten is overigens ook hoor, onze meningen, die kunnen wel stevig verwoorden, maar we moeten ze losjes aanhangen. Ja. We moeten bereid zijn om onze gedachten voortdurend te verschuiven wanneer het bewijs er daarvan aan. En ik denk dat de milieubeweging te veel is vast komen te zitten. Okay. Waardoor sommige onderwerpen taboe zijn geworden. Zoals? Kernenergie is een voorbeeld, maar ook genetische modificatie. Bijvoorbeeld, ja, het zou best onderdeel kunnen zijn van onze energiemix, het zou best onderdeel kunnen zijn van onze voedselproductie. Dat zijn een beetje taboes. Ja, ik hou van het rustig. We komen daarop terug. Als Pierre Vanessa hier was geweest, had hij eerst de stelling die daar ook staat verdedigd. We moeten de komende 10 jaar zwaar investeren in de transitie van een heleboel, de elektriciteitsvoorziening, de gebouwde omgeving, de industrie, het verkeer en de landbouw, anders halen we de doelstellingen van Parijs niet. Ja, hoe zwaar moeten we daarin investeren, Suzanne? Heel zwaar. Nou, ik denk dat 2 dingen. Enerzijds is wat je ziet natuurlijk een politieke realiteit dat er veel op korte termijn besluiten worden genomen voor periodes van 4 jaar. En dat juist die transitie die nodig is, heeft echt een langere termijn nodig waar je durft eigenlijk een grotere visie neer te zetten. Dat is natuurlijk ook de kracht van het akkoord van Parijs. En dat is ook de reden waarom wij de klimaatwet willen, omdat je een wettelijk kader waarbij je kan zeggen, nou daar moet eigenlijk al die
doelstellingen heen. Wat schrijft het verdrag van Parijs-Nederland voor? Waar hebben we ons aan gecommitteerd? Nou ja, daar is wat discussie. Het verdrag van Parijs zegt eigenlijk dat we de temperatuurstijging moeten beperken tot tenminste 2 graden en streven naar 1,5 graad. En wat je ziet is dat wat ons betreft betekent gewoon klimaatneutraal in 2050. En wat sommige partijen doen, dus die grijpen terug naar oudere doelstellingen en zeggen, nou, betekent dan zo'n 80-95% reductie in 2050. Dus het gaat al heel snel over percentages. Die zeggen sommige partijen? Bijvoorbeeld, nou ja, als je kijkt naar verkiezingsprogramma's van de VVD en de CDA, die halen wat ons betreft Parijs. Hè, als je serieus bent over 2 graden, ook echt streven naar 1,5. Ik denk ook dat het belangrijk is om nog een keer te benadrukken, het verschil tussen 2 graden en 1,5, daarvan zegt de wetenschap, het is echt heel groot qua impact. Gewoon wat je merkt, het klinkt als een halve graad, wat merk je ervan? Maar qua extreem weer, droogte, verplaatsen van mensen, landbouwgrond die niet meer vruchtbaar is. Dus ja, als je echt serieus bent over die 1,5 graden, kan je er niet omheen dat je naar een klimaatneutrale samenleving moet. En daarvoor moet je heel veel dingen nu in gang zetten. Maar dan heb je wel dat kader eigenlijk nodig, wettelijk, wat ons betreft, in de klimaatwet, om dat beleid op te hangen. Zodat je niet elke kabinetsperiode weer opnieuw moet. Want even voor wie dat niet weet, er is een initiatief klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson. Door welke partijen is dat onderschreven, door welke niet? Dat is onderschreven door een groot aantal partijen, maar ook een aantal partijen niet die op dit moment wat formeren zijn. Ja. Amiek, zijn we bezig de doelstellingen van Parijs te halen of eigenlijk helemaal niet in Nederland? Wie is er mee bezig en wie trapt op de rem? Nou, laat ik eerst zeggen Parijs uit december 2015 een ongelooflijk belangrijk markeringspunt vind. En dat komt omdat we tot die tijd eigenlijk niet de beweging gehad hebben dat het bedrijfsleven mee aan tafel zat. En dit keer is het met de NGO's, de milieubeweging, de politici en het bedrijfsleven samengebeurd. En het is in hoge mate unaniem onderschreven. En dat is een ongelooflijke ommekeer in het denken geweest. En daar hebben we 25 jaar, 30 jaar over gedaan. En ik ben daar heel positief over. Ik denk alleen dat Parijs niet uitgelegd moet worden in alleen het abstracte kader van die 1,5-2 graden, maar dat we veel beter met de SDG's, de Sustainable Development Goals, dus dat zijn de 17 werelddoelen, die heel concreet gemaakt zijn, hè, van dat we ons inspannen om geen honger in de wereld te hebben, dat we goede huisvesting willen hebben, dat we goede scholing willen hebben. Dat zijn allemaal van deze doelen. En wat ik nou merk, wat me enorm veel hoop geeft, juist voor de komende tijd, is dat zeg maar de voorlopers in de bedrijven, er zijn toch ook in ons land een aantal heel grote bedrijven, die hebben de SDG's, dus die werelddoelen, als richtsnoer genomen voor hun strategie. Welke bedrijven? Dat is bijvoorbeeld de KNM, maar ook bij ABN AMRO stond ik deze zomer de SDG's uit te leggen. Maar ook voor de kassenbouwers stond ik in juli de SDG's uit te leggen. En kunnen we aan de hand daarvan in een veel grotere ambities neerzetten. En dat vind ik nou zo belangrijk vanuit een strategisch point of view. Dat je namelijk concreter kan maken. En dat we het kunnen aanhechten aan langere termijn doelstellingen van bedrijven. Zodat veel bedrijven uit heel veel verschillende sectoren hun steentje kunnen bijdragen. En natuurlijk is dat kader van die 1,5-2 graden heel belangrijk. Maar als we het alleen op die CO2-uitstoot en die graden hebben, dan gaat het over de hoofden van heel veel bedrijven en mensen heen. En als we die 17 doelen centraal stellen, en ik zie steeds meer hoe dat eigenlijk aan interesse wint, dan zie je een enorme omslag. En ik zie dat in het management van veel bedrijven. En natuurlijk zul je de Shells van deze wereld houden, die altijd alles tegengehouden hebben en nu misschien nog een keertje gaan meeliften als de anderen het ook doen. Maar daar moet je gewoon over die schaduw moeten we gewoon instappen. We moeten nu zelf. Moet je even over Shell inspringen? Dat denk ik wel. Ja. Ze zijn wel groot, Abby. Ja, maar ze zijn zo outdated. En als ik ook kijk naar talent bijvoorbeeld, is het nog talent wat echt voor dat soort bedrijven wil werken?
Er is een andere beweging gaande waarbij bedrijven zien dat als ze hotel echt een purpose, een grote doelstelling hebben, een bijdrage aan de werelddoelstellingen, dat je dan heel ander talent binnenkrijgt. Ja, als jij blijft op de olie- en gas-CD van de jaren 90, ja, dan lijkt me dat toch niet wat je dan ziet. Zie je, merk je dat bij studenten? Ja, 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 studenten meer. Nee. Bij welke bedrijven willen ze wel werken dan? KLM? Dit was echt populair. Ja, gelukkig mogen we meer mensen aannemen, omdat het bedrijf ook goed gaat. Maar het zijn eigenlijk, dat is zo leuk van de, ik heb zelf kinderen van 30, 27 en 24. En de oudste wilde nog wel voor echt, nou ja, de bekende naam, weet je wel. De middelste werkt bij CNN, dus meer voor de hele wereld. Ja. En de jongste, die zegt voor mij, hoeft dat helemaal niet zo. Het is een hele milieubewust. Dus ja. Ik ga niet voor die kleine, ik moet echt wat veranderen. En ik vind, aan de hand van mijn kinderen kan je al zien hoe dat eigenlijk in die generatie verandert. Marco, tot voor kort dacht iedereen van, nou, het bedrijfsleven zal wel tegen zijn, maar dat is snel aan het veranderen. Ben jij ook wel de indruk van wat het Nederlandse bedrijfsleven op klimaat- en milieugebied doet? Ik vind dat, ook wat ik hier weer hoor, wordt er best veel gedaan. KLM is inderdaad al een paar keer gevallen, DSM is ook zo'n voorbeeld. Volgens mij is dat ook internationaal. Ja, van de lever zegt er zelf wel veel over. Ja, dus het Nederlands bedrijfsleven, de grote bedrijven kunnen ook veel doen. Mm. Volgens mij is daar ook wel steun voor. Als we de aandeelhouders van Shell nog even bij de maar dan moet je dus niet op links staan. Nee. Moet je niet op links staan. Dan moet je een keer zeggen van, dat is wel eenmaal. Ja, maar we zijn gelukkig met heel veel andere bedrijven in de dienst en met heel veel andere mensen. Dus ik denk dat we juist het niet per se alleen over die energiekant moeten hebben. Ik denk dat ook bij deze stelling zou ik zeggen, ja, natuurlijk. Ik heb van de week ook weer de vergadering met de VVE, omdat we de subsidie binnengekregen hebben voor de daken aan het IJ. Dat wordt een groot complex aan het IJ, ook complex. Drie blokken gaan we met zonnepanelen neerleggen. Het zijn heel veel burgers die het doen, het zijn heel veel woningcorporaties die moeten en die gaan, maar daar zit ook die markt. En ik denk dat als we het alleen hebben over de energietransitie zoals die in de procentjes discussie gevoerd is door de grote bedrijven, dan denk ik, dan mis je eigenlijk het mobiliseren van wat we bij burgers gezien hebben. Ja, maar toch als we het hebben over de doelstelling van Parijs. Als het om klimaatverandering gaat, het klimaatprobleem is of met name een energieprobleem. Energie is zo'n cruciaal element van het hele klimaatvraagstuk, dat het heel logisch is om daar heel erg op in te zetten. Om daar kunnen we nog heel veel... Zeker, maar daar zijn we ook de hersluiters van Europa in. Dus dat doen we nu veel sneller dankzij de burgers, denk ik dan. En dankzij de bedrijven. Maar ik denk dat inderdaad nu de ruimte komt voor ook de discussie over mobiliteit, de discussie over voedselvoorziening. Maar ook steeds meer discussie over circulaire economie, dus een economie die draait waarbij afval weer grondstof wordt, waardoor je ook eigenlijk die uitputting van de aarde niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de uitputting qua grondstoffen aanpakt. En dan heb je toch over een bredere transitie. En ook eigenlijk, en dat ben ik wel heel erg met je eens, ook over een andere manier van economie bedrijven, waar je ziet bijvoorbeeld dat de deeleconomie opkomt, waarbij mensen zeggen, ja, het gaat niet alleen om bezit, maar gebruik. Daar is heel veel winst mee te doen. Nou, wat mij wel opvalt, de komende 10 jaar moeten zwaar investeren. Maar die 10 jaar is nog lang niet voldoende. Het gaat ook om wat we daarna, na Parijs, verder kunnen doen. En ik denk, als we het over energietransitie hebben hier, ik denk dat we ons daar niet te veel op, niet te naïef over moeten zijn met elkaar. Energietransities duren ontzettend lang. We hebben er volgens mij nu 3 gehad in onze geschiedenis van afgelopen honderden jaren. Het gaat van hout en biomassa naar steenkool, naar aardgas, aardgas. En nu zijn we bezig om naar zonder wind over te gaan. Die transities, maar zelfs de eerste transitie is nog niet eens voltooid. We hebben gewoon een mensen zonder elektriciteit, zonder stopcontact. Ja, anderzijds zijn we heel snel op een gegeven moment allemaal op gas aangesloten. Dus je kan ook die ambitie hebben om weer... Die ambitie moeten we ook hebben, maar ik denk dat we een ander punt... Kijk, waar vervang je het mee? Je kunt wel, we willen allemaal een energietransitie, maar er moet wel iets klaarstaan om serieus op te vangen. En als we naar de zonne-wind kijken, we zijn technisch, we hoeven niet al te diep in de technische details te gaan, wat mij betreft.
Maar het grote probleem bij zonder wind is dat er nog geen goede opslag is in de vorm van bijvoorbeeld een batterij. Daar wordt wel aan gewerkt. Daar wordt ook absoluut vooruitgang in geboekt en die dingen worden goedkoper. Maar het is bij lange na niet voldoende. In welk jaar hebben we die circulaire economie? Ja. Nou ja, ik denk dat als we nu bijvoorbeeld kijken naar de studies van de circular economy, waar ik een hele grote fan van ben, omdat ze zo goed kunnen visualiseren hoe al die input en output en toevoet stromen gaan, dan wordt het ook weer zo concreet gemaakt dat of het nou de bakker op de hoek is, of dat het nou de bierbrouwerij is, of dat het IT-bedrijf is. Je kunt zelf heel veel doen. En dat vind ik het goede van de circular economy. Dat is niet totaal nieuw, het kan geïmplementeerd worden. En we kunnen dat, ik ben met Zwolle ben ik aan bezig, ik zie dat Utrecht dat de hand pakt, Amsterdam doet dat. Ik denk dat het sneller gaat dan je denkt, omdat het de switch is van binnen het voel ik de urgentie. Dat Pieter, wel. Ja, sorry dat ik zo hard ben. Waarom ben je met de auto? Het is nog ingewikkelder. Ik rijd een elektrische auto. En de accu was een beetje krap. Ja, dat zijn het probleem van de elektrische auto's. Dat zijn niet om hier in te nemen. Nou ja. Dat is de antipopos. Nou, het is een elektrische auto. Het is echt een elektrische auto. Als je er een gereden hebt, dan moet je het dus. En dan is dit de prijs misschien nu een keer betaald. Maar, nou, we moeten toch best naar slow society. Is dat zo? Ja, dat is echt dat. We hebben de vrijheid genomen om de eerste stemmen al te bespreken, maar dit lijkt me de kans om zelf ze even toe te lichten. Ja, nou ja, ik was natuurlijk gevraagd vanuit mijn achtergrond als klimaatonderzoeker. Heb ik 30 jaar gewerkt. Op dat moment zie je toch dat het heel moeilijk is om het bericht over te krijgen. En ben daarna ook meer maatschappelijk actief geworden, onder andere met Urgenda. En ja, wat we dan zien is dat willen we die Parijse doelen halen, ja, dan kunnen we heel veel doen. Weet iedereen wat Urgenda is? Urgenda is die actiegroep voor duurzaamheid. Ja. Die een altijd proces tegen rechtszaak niet altijd één keer, gewonnen heeft. De rechter heeft inderdaad gezegd dat Urgenda een punt had. Dat Nederland zich internationaal al veel langer had vastgelegd op CO2 reduceren tussen de -25% en -40%. De rechter heeft uiteindelijk de staat opgedragen om naar -25% te gaan. Nou ja, dat is heel spannend. Zoals er nu naar uitziet, gaan we dat krap of niet halen. En ja, de komende 10 jaar moet het gebeuren. En anders dan ben je eigenlijk ook als Nederland aan het einde van je verhaal. We zijn een van de meest kwetsbare landen. Na Bangladesh, we hebben dan wel eens wat dijken. Maar het bericht ook over die zeespiegels stijgen, wat er op Antarctica gebeurt, dat gaat zo hard dat over een paar honderd jaar zeer de vraag is of Nederland zich nog kan handhaven. En als je dan ziet wat we eraan doen, vergeleken met Duitsland en ook Engeland, en zeker de Scandinavische landen, blijven we ver achter. En ik denk dat de komende 10 jaar een echt klap gebeuren. En dat is een forse investering, maar natuurlijk ook met heel veel maatschappelijke baten. Niet alleen klimaat, maar schonere lucht, geen verzuring meer, geen afhankelijkheid van Poetin. Het is echt een no-brainer, maar hij komt moeilijk in de hand. We hoorden daarnet vooral van de kant van Annemieke heel positief gestemd. Ja, als ik mij weglopen. Heel positief gestemde verhalen en over bedrijven die bezig zijn, zoals op de KLM bijvoorbeeld. En over gemeenten die bezig zijn, zoals de Utrecht en Zwolle onder andere. Hoe sceptisch, jij lijkt me sceptischer over het tempo waarin het goed gaat. Ik ben absoluut sceptisch over het huidige tempo en natuurlijk KLM doet ook zijn best met biobrandstoffen. Gemeente Utrecht doet ook leuke dingen met auto's en batterijen. Maar als je in 10 jaar die stap moet maken, ja, ik zie de KLM vliegtuigen over 10 jaar nog niet op batterijen. En om dan nog maar eens even wat te spreken, je kan in de energiesector zie je nog wel mooie signalen.
goed geïnvesteerd op het ogenblik. Maar als je naar de landbouw kijkt, kijk, we rijden waarschijnlijk over 10 jaar ook elektrisch, met misschien nog een beter accu dan ik nu heb. Maar een koe produceert net zoveel broeikasgassen als een auto. Nou, een elektrische koe is het nog niet in het jaar. Maar om heel kort even iets van het optimisme te echoen. Waar ik zelf optimistisch van ben, is dat je nu een bedrijfsleven, of in ieder geval een deel, je hebt bedrijven, koplopers in het bedrijfsleven, die nu eigenlijk zeggen: we hebben een overheid nodig die echt sterk beleid gaat voeren. We willen het klimaat, we willen richting. En daar ben ik, dat signaal, ben ik optimistisch over. Alleen denk ik wel, ja, dan heb je dus wel nu weer overheid nodig om die eruit te pakken. Het is echt die visie er niet. Ik wil even... interactie, ja. Dat ja, is spannend. Of die overheid er ook komt. Ja, want kijk, uiteindelijk, ik wil heel lang hebben bedrijven misschien gezegd, nou doe maar niet aan milieu met die maatregels. Terwijl je nu ziet dat bedrijven ook zeggen van nou, we willen wel, maar bijvoorbeeld op circulaire economie. Is dat toevallig een onderwerp dat er eigenlijk ook heel veel regels in de weg zitten voor bedrijven om dat goed te doen. Dus dan wil je ook dat een overheid er echt op inpraat. Misschien toch een vraag die ik eigenlijk pas later aan je wilde stellen, maar dit lijkt me ook een mooi moment. Jullie hebben als GroenLinks wekenlang onderhandeld met ongeveer dezelfde partijen die hier ook aan tafel zitten. Geef je het idee dat met bijvoorbeeld een CDA te praten is over landbouwhervormingen of een boer waar je het net over had? Geef je het idee dat met de VVD te praten viel over aanpakken van vervuiling door het bedrijfsleven? Je hoeft alleen maar naar de verkiezingsprogramma's van die partijen te kijken. En dan zie je dat je gewoon een totaal ander beeld hebt over A, wat het betekent op Parijs, wat dat echt betekent en wat voor commitment daarvoor nodig is. En om dan ook bijpassende maatregelen te nemen. En nou ja, dat hebben we geprobeerd en dat was duidelijk dat er gewoon heel veel ruimte tussen zat. En volgens mij heb Jesse het een keer verwoord als Parijs raden. Volgens mij kwamen we nog ineens in Brussel. Ik wou even naar de tweede stelling. Toen ik die las, Pier, het is economisch aantrekkelijk, het is qua gezondheid aantrekkelijk, qua werkgelegenheid aantrekkelijk, qua onze internationale positie aantrekkelijk, dacht ik van, dit is wel een erg idyllische stelling, want het gaat ons ook allemaal heel veel kosten. Het gaat de burgers veel kosten, het gaat de bedrijven veel kosten. Nou ja, zo'n transitie kost geld. Dat was ook zo toen zeilschepen overgeschakeld op stoomlocomotieven. Een transitie kost geld, maar als je hier de maatschappelijke baten echt zou rekenen, hè, dus inderdaad veel minder luchtwegenpatiënten in Nederland, geen luchtverontreiniging meer, want als je helemaal duurzaam bent, heb je ook geen zure wegen meer. Ik bedoel, er zijn heel veel baten die nu niet in het systeem zitten, die je krijgt wanneer je overschakelt op de duurzame energie. En daarom is het uiteindelijk economisch aantrekkelijk. Duurzaamheid gaat natuurlijk erg om zo goed mogelijk gebruik de grondstoffen van wat die de aarde biedt. En dan is het met de zon en wind, zoals we nu zien, dat is goedkoper aan het worden dan fossiel. Yes. Nou, dan ben je uiteindelijk beter uit. En de McKinsey's van deze wereld hebben het ook al 10 keer uitgerekend. De kost gaat voor de baat uit. Je moet nu wat investeren, maar je wordt er allemaal beter van binnen 10 tot 20 jaar. Dus het is echt economisch aantrekkelijk. En omgekeerd, als je niet meedoet, dan ben je net een beetje zoals Engeland, hè, die had een piek bij de industriële revolutie en de dragingen als we naar beneden. Kijk, ook voor Europa geldt, als wij dit niet grijpen, ja, dan zijn we helemaal niks meer. Ik bedoel, we zijn nu nog iets van 20% van de wereldeconomie en over 10 jaar ongeveer 10% en over 30 jaar nog minder. Dus wat hebben wij de wereld te bieden? En je ziet dat China op dat moment meer investeert in duurzame energie dan Europa en Amerika samen. Dus de vraag is, wil je nog meedoen, ja of nee? Toch, we zijn hier in Den Haag, midden in de Tweede Kamer. Ik heb de indruk dat de politiek dus gewoon bang is om erover te praten. Omdat ze denken, ja, de burger heeft het wel door. Hoeveel kilometer heb ik ervoor, hoeveel vliegtuigtaks er komt, hoeveel... Liever niet over praten. Ja, dat vind ik zo. Allemiek. Dat vind ik nou echt ook echt je kop in het zand steken. Want als je het hebt bijvoorbeeld over de uitstoot van de koeien, dan moet je inderdaad niet meer met het CDA praten, maar moet je gewoon met de Campina praten. En dan weet je
ook dat daar wel de plannen liggen om met minder koeien uit die melkgrondstoffen hoogwaardige producten te maken. En dat dat meer kan opleveren voor onze export dan dat we alleen die plas vergroten. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Dus de vraag is wel van, Den Haag heeft dit vraagstuk toch heel lang in de koelkast laten liggen. Het is eigenlijk pas de afgelopen 3 jaar weer wat meer naar boven gekomen op de agenda, maar de bedrijven zijn verder gegaan. En dat zijn bedrijven die internationaal opereren, verder gaan. En ook onze jonge mensen die zeg maar, in hun studies wel die vernieuwing leren en ook zien hoe systemisch dit allemaal is en hoe de dingen met elkaar samenhangen. En ik denk dat te veel nadruk op Den Haag misschien wel verkeerde energie is. Maar ik begrijp die wisselwerking niet helemaal. Ik bedoel, je moet een nieuwe coalitie denken waar zeg maar, de overheid voorwaarden kan stellen en overheden een onderdeel van kunnen zijn. Maar het zijn andere coalities die het uiteindelijk tot stand brengen. Maar ik heb een zo'n voorbeeld met een van Nederland collega Thijs Broer laatst gesprek met een CDA'er die zei van ja maar. We moeten rekening houden met onze achterban, LTO Nederland, de boerenlobby. En daarna gesprek met iemand van LTO Nederland. Die zei van, ja, zeggen ze dat? Ze moeten zich niet achter ons verschuilen. Daar zijn we het helemaal niet mee eens. Dat is toch een beetje een omgekeerde wereld. Maar dat is precies wat ik bedoel. Ik bedoel, als wij dus denken dat de antwoorden uit Den Haag nu zouden moeten komen, terwijl we daar zoveel jaar niets van gehoord hebben, behalve het van de partijen waarvan we al wisten wat de standpunten waren. Dus waar de urgentie niet gevoeld is, waarom zou je daar dan nu zo aan gaan trekken, terwijl we wel zien dat de anderen uit de startblok gekomen zijn? En daarom denk ik dat wat een urgenda doet, is juist wel zoeken naar nieuwe partijen. Hè, bijvoorbeeld al een aantal jaar geleden, ik denk dat het al 6 jaar geleden is, dat ABN AMRO samen met Urgenda die zonnedakenactie had. Weet je? En op die manier kun je andere coalities sluiten omdat burgers zo belangrijk zijn, omdat partijen die wel willen, bedrijven zo belangrijk zijn. En als de politiek in Nederland hergesluiten is, dan is dat maar zo. Maar we zijn met het internationaal vraagstuk bezig. Ja, dat is eigenlijk wel bekend dat een toch tamelijk radicale club als Urgenda, hè, waar je bij betrokken bent, die zelfs processen tegen de staat, nou een proces tegen de staat toe. Dus goede vriendjes is met ABN en met het bedrijfsleven. Nou, als Urgenda hebben wij gekozen destijds al 10 jaar geleden om niet puur naar Den Haag te gaan en met koplopers aan het werk te gaan. Maar Jan Minnesma heeft dat fantastisch gedaan. Iedereen erbij gehaald, elektrische auto's, zonneanelen. Maar zij kwam wel met ons samen tot de conclusie. Het levert nog niet genoeg op. De hoeveelheid CO2 is vorig jaar weer toegenomen. En absoluut, in CO2-termen is er nog geen enkele verandering ten opzichte van 1990. We hebben aan andere broeikasgassen wat gewonnen. Dus wij kwamen toch tot de conclusie, het is niet genoeg. Den Haag moet ook leiderschap tonen. De premier moet zeggen, dit vind ik hartstikke belangrijk. En niet meer zeggen, windmolens draaien op subsidie. Kijk, dat gaat niet werken. En premier Rutte was dat, hè? Ook het type investeringen. Als je kijkt naar de Rotterdamse haven, was vandaag nieuws dat er geloof ik in de afgelopen 10 jaar dat was 20% CO2-uitstoot verhoging. Maar dan denk ik, ja, dat zijn partijen, Rotterdamse haven, dat is nationaal beleid wat daar investeert, hoe dat eruit ziet. Dus ja, ik denk dat dit toch wel echt is dat je een overheid nodig hebt die daar doel op zet. Maar waar zijn partijen als VVD en CDA bang voor zichzelf? Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het een combi is van die korte termijn in 4 jaar. Als 4 jaar bedoel. Tot dit is typisch een transitie, is iets wat een langere adem en durf daarin nodig heeft. Vind ik lef. En misschien ook wel, wat jullie eigenlijk allebei suggereren, van dat misschien ze ook niet altijd helemaal dat van oudsher een achterban zo dachten. Maar misschien beginnen die achterbannen ook te bewegen. En hopelijk sluiten ze daar dan mee aan. Marco? Ik denk dat investeren in duurzaamheid inderdaad economisch aantrekkelijk is. Maar het is wel een beetje wat wij nu doen met duurzaamheid. Wij geven er geld aan. Dat is een vorm van investering. Ik heb altijd het idee dat het een beetje economisch als te onderschrijven dat het zonde is om technologieën die nog niet goed voldoende ontwikkeld zijn om daar subsidie op te leggen.
dat houdt allerlei innovaties tegen. Dus allerlei economische... Word je zelf beter? Sorry? Waarop doen die concurrenten? Daar gaat het om, dat, met name zonnepanelen. Wij geven de subsidie, ik heb trouwens ook zonnepanelen op het dak liggen, die kost allemaal niet zoveel. En het is leuk dat ze er zijn. Maar zij schijnt toch leuk in Nederland. Wat je met je liefst zou willen, is dat we proberen te investeren in echte doorbraak. Met name om die zonnepanelen beter te krijgen, zodat ze meer kunnen converteren in elektriciteit. Maar ook dat we de opslag nou eens goed krijgen. En, ik weet niet wat de internationale positie betekent, maar het is niet voldoende als Nederland op allerlei ranglijsten bovenaan staat. Een echte koplopersposities is dat je je nek op weer uitsteken en dat je werkelijk baanbrekende doorbraken gaat realiseren. We gaan zo naar de zaal, want we moeten om 6:30 uit vanwege de nieuwe bijeenkomst van 7 juli. Mag ik heel even zeggen, wat we nu, ja, want we hebben het nu eigenlijk over van hoe het ook economisch gewin kan opleveren. Dat onderschrijf ik volledig. Ik denk echt dat als we de urgentie zien en de knop omgaan, dat je dan eigenlijk ook een vorm van creatieve destructie moet hebben en dan er ook voor gaan. Maar wat ik denk dat vaak niet gezien wordt en wat ik dan een onzichtbare winst vind van wel de afgelopen 10 jaar, van ook de overheid, is dan bij de klimaatadaptatieprojecten. Ik zie dat daar juist in steden heel veel aan gedaan wordt, maar dat niet gecommuniceerd is. Er zijn miljarden naartoe gegaan afgelopen jaren. Dat is ook heel veel werkgelegenheid geweest. Maar geen burger weet dat. Dus wij gaan in Zwolle nu ook een stadscollege doen, maar een keer te laten zien wat we wel doen. Het is een soort onzichtbare dienst van de preventie, waarbij de politiek niet zoveel keuze hoeft te maken, maar in ieder geval dat we droge voeten houden. Daar hebben toch wel heel veel bedrijven goed aan verdiend. Pier, even je derde standpunt. De liberale politieke partijen, wie noem jij de liberale politieke partijen? Ja, ik geloof VVD, CDA, is in ieder geval de laatste van die kan zien. D66, ik word heel boos als je het niet wel had. Het zou maar oppervlakkig en zo. Kijk, ik vind het heel jammer dat die coalitie met GroenLinks ging door de D66. Nu moet D66 laten zien, en ik ben hun partij al jaren, dat ze ook dit verschil maken in deze coalitie. En dat wordt heel spannend, maar tot nu toe. De kabinetten waar D66 niet in zat, de Rutte-kabinetten, ja, die hebben. Volgens mij hebben ze twee dingen. Ze worden natuurlijk zwaar gelobbyd, ook door bedrijfsleven, die wel wat wil. Maar als kabinet dan wat niet, net iets anders. Hè. Ik bedoel, we leven toch in de tijd van Dieselgate en dat is ook in Nederland niet vreemd. En ik heb het van dichtbij gezien. Shell was wel voor CO2-heffing, maar ze waren niet voor een vast percentage duurzame energie. Want dat zou hun in de wielen rijden. Dus het bedrijfsleven wil wel, dat is dikke winst. Maar ze willen toch net niet dit. En het andere is toch de chocoladeletters in de krant. Met auto's aanpakken. Of wanneer we toch het bedrijfsleven aanpakken met de CO2-heffing. En ik denk toch dat leiderschap. Wat kan het dat Merkel dit wel redt? En Rutte niet. CO2-uitstoot van Duitsland gaat nog steeds niet omlaag. En dat heeft er veel mee te maken dat je met zonnewind heel veel schor aan het elektriciteit. Duitsland zit ook. Nee, maar we hebben het over Nederland. Ja, of je zonnewind en de windmolens in Nederland en Duitsland. Het effect is hetzelfde. Je geeft schokken aan het elektriciteitsnet. Die moeten worden opgevangen door centrales die moeten bij afstellen. Ja, dat gebeurt daar in Duitsland omdat ze die kerncentrales ook weg willen hebben. Er zijn nog maar een paar over volgens mij. Dat gebeurt met steenkolencentrales, uiteindelijk in bruinkoolcentrales, zelfs die nog veel vuiler zijn. Die CO2-uitstoot van Duitsland zit, wat is het, nog 9,2 ton of zo per hoofdvergoeding. In Frankrijk is het wel 5, in het vuile Frankrijk van de kerncentrales. Ja. Ik denk dat dit wel serieuze cijfers zijn om naar te kijken. Bovendien is in Duitsland hun energierekeningen ontzettend hoog. Er zijn veel mensen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Het zit met een mooi verhaal dat het geld bespaart, maar het kost ook geld. Piers. Je zet in je stelling, de liberale politieke partijen, we weten niet wie dat zijn, laat het veel leiden door een paar grote bedrijven en brancheorganisaties. Annemiek noemde net een paar positieve voorbeelden van bedrijven. Wie zijn die bedrijven die lobbyen achter
schermen tegen de radicale klimaatbeleid. Wie zijn dat? We hadden dat Shell, hebben we het even over gehad. We hadden het ZET-energieakkoord. En dat was in 2013. Ja. En dat bleek, daar zat ook een industrieparagraaf in van energiebesparing. En dat is een van de zwaarste punten die niet is gelukt. Om ook de efficiëntie te verhogen. En ja, dat moet je ook weten. En zeker de mensen die met Bijbelsen zouden zeggen, dat je ook weet precies welke bedrijven het zijn, die daar zwaar dwarsgelegen hebben. Maar wie zijn het? Nou ja, onder andere is het Tata Steel, de chemie sector in Nederland, de autobranche. Ja, eigenlijk alles wat heel veel CO2 uitstoot, kon toen niet, de industrie kon het niet eens worden met over het energieakkoord. En heeft ook heel weinig gepresteerd. Het grote succes is dat we met wat subsidie wind op zee internationaal concurrerend hebben gemaakt. Dat is het absolute grote succes. En dat helpt nu hopelijk ook om andere successen te creëren. Ja. Maar de industrie heeft de laatste 4 jaar vrij sterk wat afweer. Maar als Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW, en Bernard Wientjes, de voorganger, als hij de hele tijd voor het klimaatkabinet pleitte, dat moet je met een korreltje zout nemen? Nou, of zij zich realiseren wat de Parijse doelstellingen betekenen. Kijk, wat VNO wil, is hele grote warmtenetten, zodat we de afvalwarmte van de chemische bedrijven weer gebruiken voor de kassen. Maar die kassen zitten er op te wachten, die hebben we niet meer geothermie. Dus die VNO-voorstellen zijn interessant en de houding is hartstikke goed, maar bekijk ze echt op hoeveel CO2 levert dit op, of is het, weet je wel, toch nog veel chemie, nog veel uitstoot en dan gaan we die warmte wat beter gebruiken. Nou, ik denk wel dat, zeg maar, ik weet niet hoe lang geleden is dat, dat duurzame ontwikkeling het modewoord was. Alles in de duurzame ontwikkeling, hoe lang. Ja. Ja. Nou, soms ben ik wel bang dat met klimaat iets soortgelijks gebeurt. Dat iedereen zegt, ja, ik ben voor klimaat, ja, Parijs. Maar dat het uiteindelijk, hè, als je echt kijkt wat er voor nodig is, dat er maar weinig, weinig partijen of bedrijven echt zich realiseren hoe groot de transitie is. En dat het durfvraag, en daar denk ik dat het VNO-NCW zegt voor alle die er zijn, maar ja, het is puntje bij paaltje. Even de laatste 5 woorden van de 3e stelling, dan ga ik echt naar de zaal. Populistische reacties op overheidsmaatregelen, de angst daarvoor. Die CDA'er waar Ted Boer en ik mee gesproken hebben, mag ik wel onthullen, was Sigmund Buma. En Sigmund Buma zei, luister eens, de Nederlandse burger, de Nederlandse middenklasse, heeft jarenlang moeten bloeden om de bankcrisis en de schuldencrisis op te lossen. We kunnen ze gewoon nu niet weer gaan belasten vanwege het klimaat en het milieu. Ja, wel als ze het ermee eens zijn, maar niet tegen hun zin. Is dat populisme? Pier? Nou ja, als je de belangen voor Nederland afweegt als staatsman, we hebben heel veel te verliezen als we niet investeren in de nieuwe technieken van duurzaamheid. Kijk, met Duitsland er wordt er nog een beetje schoon over gedaan. Maar die economie draait natuurlijk als een tierenlier. En dat ze de verdelingsprincipes niet helemaal goed hebben gedaan, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, je hebt verdelingsvraagstukken en je hebt energievraagstukken. En Duitsland heeft het energievraagstuk toch met verf opgepakt. En je ziet toch dat in Nederland onze premier Rutte, ik waardeer hem zeer, maar hij heeft geen leiderschap getoond. Hij zegt, jongens, die kant gaan we op. Dat durft Macron te zeggen, dat durft Merkel te zeggen. Ik hoop dat hij het straks ook durft te zeggen, want dan denken alle mensen, oh, het gaat echt gebeuren. En in tijden van crisis konden we niks aan CO2 doen, want we hadden geen geld. En nu is het verhaal, ja, als de economie groeit, ja, dan groeit ook de CO2 weer. Dat kan het ook niet helpen. Ja, kijk. Kan het niet echt werken. Dat is mijn gevoel, dat er veel meer radicaliteit nodig is, maar ook landen met een radicaal milieubeleid, die doen het beter. Maar goed, ik sprak laatst zelf voorbeeld van de boze gewone man, hè, in Almere-Haven. Hij was wel buschauffeur, moet ik erbij zeggen, van de boel. Dat is niet helemaal objectief. En geen elektrisch. Nee, daar niet. Maar die zei dat letterlijk. Die zei letterlijk van, we hebben jaren moeten bloeden om de crisis op te lossen. En nu krijgen we weer een kilometerheffing en een vettax en een vliegtax. En we doen het niet meer. Dus, Buma en Rutte voelen dat aan natuurlijk, Suzanne. Nou ja, goed, als je kijkt naar ons verkiezingsprogramma, wat daar altijd voor staat is die herverdeling. Het is gewoon links. En daar zit dus een heel duidelijk verhaal ook in over herverdeling en lusten en lasten. En ik denk, waar we het daar nu niet over gehad hebben, is een soort basislaag. Is van als je belasting gaat verschuiven
hè, van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen, dan creëer je echt een ongelofelijke drive ook voor bedrijven om circulair te ondernemen, om zuinig te ondernemen. Staat het gewoon links voor crisisprogramma? Ja, maar daarbij creëer je dus ook, dat is lastenverlichting voor juist groepen die dan, er komen milieubelastingen bij, maar er worden ook heel veel lasten verschoven. Zeg maar. En net al kom je er beter uit. Dus ik vind dat die, ik ben het daar in die zin helemaal mee eens, maar je hebt aan de ene kant die energietransitie, aan de andere kant heb je gewoon heel veel herverdelingsvraagstuk. Marco, hoe krijg je de gewone man mee, de boze burger? Kan dat? Kun je klimaatbeleid voeren en toch de gewone man tevreden houden? Ja, ik wij hier allemaal duurzaamheid belangrijk vinden. Als je mensen vraagt in enquêtes, vinden heel veel mensen duurzaamheid belangrijk. Als je ze vraagt, vind je onderwijs belangrijk, dan vindt het ook onderwijs belangrijk. En gezondheidszorg vindt het ook belangrijk. En werkgelegenheid vindt het ook belangrijk. Dus uiteindelijk, als je mensen vraagt om je prioriteiten aan te geven, dan merk je toch vaak dat duurzaamheid niet heel erg hoog scoort. Wel bij een aantal mensen, en waarschijnlijk zit er ook een aantal hier, maar het legt het vaak af tegen andere terreinen uiteindelijk. Maar je zult er wel iets mee moeten doen, dat er vergt ook politieke moed, je moet er gewoon mee bezig zijn. En die populistische reacties, ja, decolonisme is ook niet een heel, heeft ook allerlei impopulaire maatregelen. Als ik nu denk, volgens mij moeten we minder vlees gaan eten. Met elkaar. Ik ben nog slechts flexitariër, mijn vlees is zwak, dus ik zou graag beter mijn best willen doen. Maar ik besef heel goed dat we minder vlees moeten eten en dat het enorme gevolgen zal hebben voor natuurgebruik en gebruik in de wereld. En daarom ook weer de CO2-uitstoot. Volgens mij lukt het ons niet om op basis van morele argumenten over dierenwelzijn, dat is mijn voornaamste argument om minder vlees te eten, om daar mensen mee te krijgen. Maar wat enorm zou helpen volgens mij, is wanneer we de techniek kunnen inzetten om kweekvlees, kunstvlees te maken. Dat is van dieren, maar van dierlijke cellen uit het laboratorium. We zijn nog niet zover, maar hard aan gewerkt. En het zou heel goed kunnen zijn. Vlees zal altijd, echt vlees zoals wij het nu kennen, zal vast blijven bestaan. Dat is prima, maar laten we dat vleesnaam zo min mogelijk maken. En laten we met een goed alternatief komen dat net zo lekker is voor de mensen die vlees lekker vinden. En dat zou een decolonistische benadering zijn. Dat geldt trouwens ook voor zuivel. Het is wel veel meer dan doen. Wel het nou met minder koeien? Minder koeien en gras. Ja, dat kun je ook in een laboratorium maken. En niet alle verzekeringen zullen uit het laboratorium komen. Maar heel erg populair is het niet, dat ik al zit te zeggen. Had ik nog, jou als laatste, ik wil nog even naar die gewone man. Werner Kantjes vertelde me dat er een enquête is gehouden door zijn club, die bezig zijn met duurzame bouwen, duurzame omgeving. Onder huurders in Nederland, hoeveel mensen het energie neutraal maken van hun woning iets belangrijks vinden. Dat was nog geen 5%. Hoe krijg je die mensen mee? Nou, ik denk dat komt omdat we het hele grote vraagstuk weer opsplitst in alle kleine mootjes. Hè, om het daarmee voor de gewone man en vrouw zo zogenaamd simpel mogelijk te maken. En ik daag de politiek uit en allemaal om het eigenlijk juist groter te maken. Er zijn twee grote uitdagingen en daar kunnen we met z'n allen aan werken. En het ene is een circulaire economie die een ongelofelijke banenmotor en een financiële motor gaat worden. En het tweede is een gezonde samenleving. En een gezonde samenleving, die twee dingen, dat zijn de twee grote zaken waar iedereen blij van moet. En waar heel veel mensen aan kunnen werken. Maar wat politici doen, is dat ze denken dat ze nog steeds ons als kleutertjes moeten behandelen en het dan heel klein maken. En dan worden we tegen elkaar uitgespeeld. Als we het groot maken, denk groot, doe groot, heb die visie en werk met elkaar. Dus de collaborative quality, het voordeel van samenwerken met elkaar, komen een heel eind in plaats van dit. Vind ik toch politiek gekleuter. Goed, we zoeken nog naar een minister-president met een visie. Waar is de hengel die gevolgd in deze visie? Doen we het zo hoor. Klaar? Ja, dat is altijd een moeilijke beslissing. Ja.
Mijn naam is Raymond Wiegeraad, ambteloos burger, vrijwilliger op Kerk het Volte. Zou het niet een idee zijn, maar ik ga graag dat het panel daar zo over denkt, om de politiek, laten we zeggen de overheid in Nederland, alleen nog maar te laten bepalen hoeveel geld er richting milieu gaat, en dan gewoon mensen die er echt verstand van hebben, laten beslissen waar dat geld dan ingezet wordt. Eén voorbeeld, je werd de koe genoemd. De Nederlandse koe produceert 10.000 kilogram melk per jaar. Wat kun je beter doen? Een Nederlandse koe afslachten of 10 Braziliaanse of 4 Braziliaanse die ieder 2.500 kilogram melk maken? Dat is zo'n keuze die je hebt. Een kolencentrale hier sluiten die efficiënt, zo efficiënt mogelijk produceert, of laat je dat team van deskundigen in de kolencentrales in kolen sluiten die zeer inefficiënt zijn en dus heel erg vervuilend zijn. Zet je geld daarin, dat is een mondiaal probleem. En we zitten hier politiek te versleutelen en politiek over te maken. Politiek kijken of het opportun is. Ik herinner me nog de voorzitter dat u weer die voor de verkiezingen zei dat Jesse Klaver het milieuorde niet vond dat het kwam omdat het niet opportun was. Ik zeg het even in mijn eigen woord. Ja. Let u nog, hè? Ja, ja, zeker. Ja, precies. Nou, laat de politiek nou het geld neerleggen en laat de mensen die er stand van hebben, zitten er hier een paar, zeggen waar kunnen we dat efficiënt mogelijk inzetten, dat we er weer mogelijk nuttig aan hebben. Maar wie zijn de mensen die er verstand van hebben? Ja, we zitten hier in ieder geval drie. Dan zitten we hier drie. Er zitten er vier. Oké, dan laten we even inventariseren met het over de tijd. Want op een bepaald moment worden we gewoon uitgezet in Nieuwsport. Hier, hier. Meneer? Kijk meneer met de bruine rijtjes. Ja, ik zou toch, daar is de tijd tekort voor, maar toch een pil aanvullen nodig om de volgende keer toch veel meer stil te staan bij dat draagvlak bij de burger. Ik noem maar een voorbeeld, ik ben zelf ook als hobby actief in verduurzaming van gebouwde omgeving. En ik verbaas me er echt over hoe weerbarstig het onderwerp isoleren van een woning is. Ja, hoeveel makkelijker het is om mensen uit te nodigen om een zonnepaneel op het dak te leggen, dan simpelweg die warmtevraag te reduceren die veel loopt. Dus ik denk dat alle specialisten achter de tafel weten dat de elektriciteitsvraag in de woning maar 20% is en 80% van de warmtevraag was in. Ja. Veel dominanter. En ook, ja, toch Annemie, met alle respect voor KLM en de jeugd die opgroeit en bij bedrijven wil werken die, hè. Maar ik zat in de trein van Schiphol vandaag en die zat vol met jongeren van die generatie met grote rugzakken die net terugkomen uit Barcelona, die net terugkomen uit Praag, die 4 dagen naar. En dus het vliegen, dus net aan Amsterdam. Barcelona is een stuk gedaald hoor. Ja, omdat er nu een slot op Barcelona zit. Amsterdam nu ook overweegt, omdat het overspoeld wordt. Ja, dat heb ik ook voor als Amsterdam. Maar hoe kom je aan een beweging, hè, dat er inderdaad een soort gevoel ontstaat van, we gaan hier mee aan het werk. En daar zijn nog, we houden de kleine crew, die, maar daar zijn we voor mijn gevoel toch nog heel ver van verwijderd. Ja. Meneer. Ik kom ook. Ik heb reis gehad, samen met de Marjo Mindersman en Montparole. Dus wij zijn klaar mee. Wij zijn al samenwerking nog lang klaar mee. We beginnen er niet eens aan. We praten erover, maar we beginnen er niet aan. Zelfs de grote bedrijven niet, want het blijft allemaal bij naar elkaar kijken en het blijft uiteindelijk je cent tellen en het gaat niet over geld. Maar daar kunnen we nog veel langer over praten. Duurzaam is een zaak van doen. En ik doe dat al meer dan 25 jaar met een aantal burgers, inmiddels zo'n 50.000 in Nederland, in verschillende energiecorporaties, ja. Met 2 miljoen in Europa, waar we gewoon als burgers investeren in onze eigen energievoorziening. En daar ligt een geweldige kans. Wij geven namelijk ongeveer 5 miljard subsidie aan bedrijven die bijstoken om kolencentrales in de lucht te houden. Ja. Als ik nou die 5 miljard niet terug, niet aan die jeugd geef, maar bij de burgers laat, en die burgers dus die 5 miljard laten investeren in hun eigen voorzieningen, dan hebben we in no time, echt in no time, een verandering, omdat we dan ook
echt de economie gaan veranderen. Waar bent u zelf al zo lang actief in? Want die miste ik even. Ik ben voorzitter geweest, ontwikkelaar geweest, bedenker geweest van een aantal initiatieven. En onder andere van de Windvogel. Dat is de grootste energiecoöperatie in Nederland. Kijk, nou. En we lossen dus echt het probleem niet op door erover te blijven praten, maar door heel concreet deze zaak aan te pakken. En wat kunnen we in het volgende kabinet meteen regelen? Ja, dat denk ik ook. Dat wordt geregeld. Meneer. Mijn naam is Willem Frens en ik hou me bezig met onder andere de chemische industrie en deze te helpen over te stappen naar de circulaire chemie. En ik sta aan de basis van deze tafel en ook een beetje van de onzin die er door verschillende mensen uitgepraat. Naar de circulaire chemie overstappen, dat kan als Nederland en ik ben er een groot voorstander van. Ik was ook blij dat mevrouw Kreuber zei, want het is een werelds probleem. De consequentie van een circulaire chemie in Nederland overstappen betekent dat je Rotterdam per Nisse sluit, Gembel sluit, Bergen-op-Zoom sluit, Noord-Nederland sluit qua chemie, omdat er gewoon onvoldoende biomassa ter beschikking is. Wereldwijd betekent het, als je naar de circulaire chemie overgaat, dat je een heleboel afscheidingen hebt van weet ik hoeveel miljard om dat te gaan realiseren. Dus als je overgaat naar de circulaire economie of de chemie, dan heeft dat als consequentie dat je als Nederland op een volledig andere manier ingericht moet worden. Ik ben daar een voorstander van. Maar ik denk niet, ik heb het niet hier aan tafel gehoord. En dan wat mevrouw Robeek adviseert de chemische industrie over circulaire economie, maar u adviseert ze meer tegen de circulaire economie, of dat niet? Nee, ik adviseer ze om over te stappen naar de circulaire economie. Maar u ziet er zo'n problemen. Als je kijkt naar een BASF of naar een Avantium, Avantium, om even een voorbeeld te geven, die zetten in Antwerpen een PEF-fabriek neer, dat is geen circulaire chemical, maar dat is wel een biobased chemical. Dat is niet een fabriek die daar staat om dergelijke fabrieken hier in Europa laat staan in Nederland te bouwen in Rotterdam. Dat zijn fabrieken die gebouwd gaan worden in andere landen waar voldoende biomassa aanwezig is, want dat is er gewoon niet. Je moet de consequentie onder ogen zien dat je geen chemische industrie in de toekomst hebt als je naar de circulaire chemie gaat. Punt. Het laatste wat ik wil zeggen, gaat naar mevrouw Roodbeek. Die stelde dat Shell een slecht bedrijf is, dat iedereen erachterna loopt, de olie- en gasindustrie. Ik denk dat Shell binnen de olie- en gassector dé voorloper is. Mm. Shell is notabene een partij die in Engeland elektriciteit gaat verkopen, schone elektriciteit. Mm. Ten opzichte van alle grote olie- en gasbedrijven in de wereld, denk ik dat Shell een van de partijen is die het meest investeert in eerste instantie in transitie energiedrager zijn de gas. En een tweede instantie nu ook in de windpark. Ik snap echt niet dat u dit soort dingen durft te zeggen. Duidelijke stemmen. Mevrouw. Ik wil vragen, straks werden er een aantal voorbeeldlanden genoemd. Hebben ze het beter doen dan Nederland? Ik heb niet gezegd op welke onderdelen dat ze dus beter scoren. Kunt u daar nog even op ingaan? Het ging vooral over Duitsland, hè? Steden met onder andere Haarland en professor. Ik noemde straks een viertal landen, ik gaf Zweden, die het veel beter doen dan Nederland, maar kunt u dan concreet zeggen wat zij dus beter doen? Laten we even de vraag afmaken. En u nog, en dan gaan we naar verder. Dat is de laatste. Ik ben Antroos Bjorda. Ik wil even nog aanvullend op de vorige spreker vragen. Wordt er nou eigenlijk goed nagedacht aan de transitieperiode, de overgangsproblematiek naar een circulaire economie? Ik denk dat, tegenstelling tot meneer, ik denk dat het uiteindelijk ervan komt. Maar als we dat te snel allemaal willen gaan doen, dan gebeurt er volgens mij gigantisch veel ongeluk. Meneer daarachter. Ik lees de laatste tijd alleen maar meer en meer verhalen, ook weer met uiterlijk kabinetsformatie. Dat er eigenlijk alleen maar steeds meer geld naar de zorg moet en dat er dus maar heel weinig geld ook blijft voor andere initiatieven en investeringsmogelijkheden. En voor zover ik weet stond er in de verkiezingsprogramma's alleen van de partij DENK
Dat misschien wel een goed idee is om de gaswinning helemaal niet zo ver terug te draaien en juist dat te gebruiken als investeringsmogelijkheid voor duurzame energie. Wat misschien nog niet eens zo'n heel gek idee is als je erover nadenkt dat er helemaal geen geld beschikbaar is om te investeren in deze duurzame progressie die we er boeken. Eén. Twee. Ik moet sowieso nog even aansluiten bij meneer van die het had over Shell. Ik denk dat het juist heel erg dom is om daarmee te springen, omdat het juist een bedrijf is die meegetrokken wordt, zijn jullie zelf al, maar ook een immense investeringsmogelijkheid heeft om deze kant op te gaan. Wat ze sowieso al zullen moeten doen, omdat gas en olie binnen afzienbare tijd hopelijk enigszins verantwoordelijk gaat worden. En ik vroeg me ook af, en dit is een beetje gebaseerd op een artikel, dus ik weet niet in hoeverre het waar is. Nou, die zijn meestal niet waar. Waar zit je dan van? Nou, ik was dus dat witwoners die worden door onze eigen regering zwaar gesubsidieerd om het interessant te maken voor het bedrijfsleven. Volgens dat artikel was het ongeveer 25 jaar voordat het rendabel was. Maar zonnepanelen die zijn volgens mij al rendabel binnen 10 jaar. En volgens mij is het klimaat hier ook fantastisch voor zonder. Dus daarom wordt daar niet meer in geïnvesteerd. En we gaan het nu weer uitversproken. Oké. Eerst even, waarom doen Duitsland en Scandinavische landen het beter dan Nederland bier? Op twee fronten, de CO2-vermindering ten opzichte van 1990, hè, dat was een soort startjaar. En Duitsland ligt nu op min 40% in 2020. De Urgenda-case gaat om min 25%. Duitsland zal de min 40 niet helemaal halen. En inderdaad, dat heeft sociaal kosten wat moeite. Maar ze zijn verder. En de Scandinavische landen zijn allemaal ook veel verder wat betreft CO2-reductie en de hoeveelheid duurzame energie die ze hebben. Wat doen zij beter? Dat is een concrete maatregel. Nou, bij mevrouw Merkel weet ik het een van mijn hoogleraar vrienden, Jorgen Schelderhoeken, dat is een studievriend van Merkel. Merkel heeft meteen gezegd, dit ga ik uitpakken. Toen ze minister van Milieu was, nog onder Kool. Dus dat is een technicus die heeft gezegd, dit gaat doen. Net als ook de Chinese premier, die hebben ook meestal een technisch achtergrond en die snappen het probleem. En die zeggen, als we het niet doen, krijgen we veel erger. Wij hadden die Rick Samson, die was ingenieur. Nee, maar bijvoorbeeld Denemarken, die Denemarken heeft gewoon 10 jaar geleden, hebben ze echt op wind al ingezet. En waar wij ooit voorlopers waren op wind, ze hebben zij gewoon die rol overgepakt. Nu gaan we misschien weer terugkrijgen, maar ja, ambitie. Annemiek, waarom zo gemeen tegen Shell? Die doen ontzettend hun best. Ja, grappig is dat. ik heb, dat is al een lang geleden, maar zeker jaar niet geleden. Toen heb ik een lezing voor Shell Europe gedaan en ik begon, I will have my patents back. Omdat er geen bedrijf is dat zoveel jonge, bright brains, heldere geesten, met subsidies volgestopt heeft om op duurzaamheid PhD's te schrijven, maar nooit wat mee gedaan heeft, omdat het gewoon gestopt is. En ik denk ook als je kijkt naar de Sustainable Growth Coalition, dus waar al de grote Nederlandse bedrijven in zitten, die echt hun best doen om die duurzame werelddoelen na te streven, die vinden het eigenlijk een schande dat Shell daar ook de VNO ingestuurd is. Omdat ons land niks zonder Shell durft te doen. En ik heb zelf ook, toen ik voorzitter van de RMI was, heb ik een studie moeten maken wat zijn de hindermachten tegen de verduurzaming en de transitie naar een nieuwbare energie in ons land. En dan kwamen we op de liftconstructie. De liftconstructie is waar de heren van Shell in de lift naar EZ kunnen gaan om alle subsidies, 2/3 van het geheel, al te bedisselen. Ik dank u wel. Ik denk dat we in de 21ste eeuw leven en geen Shell-land meer zijn. Gewoon een verkoopman. De andere vraag even snel. Je kunt al van de circulaire economie komen, maar voor de chemische industrie betekent dat dat een heleboel op de fles gaat. Ja, maar kijk dan eens naar DSM. Die heeft toch ook al 15, 20 jaar geleden hebben ze wel keuzes gemaakt. En waarom zouden we de chemie houden zoals die is, terwijl we zien dat de voorlopers in de chemie al een enorme transitie gemaakt hebben. Dus ik vind dat u ook eigenlijk een paar dagen op de wagen komt. Het spijt me zeer hoor, maar daar wil ik heel even op reageren. Nou, heel kort. Het is heel simpel. Heel kort. Ja, dat is als een microfoon, dat is überhaupt niet te verstaan. Dus. De,
DSM is een bedrijf wat van de basischemie overgestapt is naar de special chemie. DSM is een bedrijf wat op het moment veel meer investeert in het buitenland dan in Nederland. Er is op dit moment überhaupt geen enkele circulaire chemisch proces wat op een winstgevende manier kan werken. Er zijn geen processen. Dus u kunt allemaal voorbeelden aanhalen van DSM, maar DSM is een bedrijf wat nog net zo in de oude conventionele chemie zit als vroeger. Die hebben een pilot plant in Delft, ze hebben een pilot plant in Brightlands, maar ze zijn niet, ze hebben nog geen proces bedacht die echt circulaire chemie die maar de basisvraag krijgen. Is of je de chemie moet houden zoals je dat wilt. En als je naar een circulaire economie gaat, zul je ook van sommige sectoren afscheid nemen. Dat is precies wat ik gezegd heb. Dat je dan afscheid neemt en dat je dat dan ook niet wil. Mag ik nog heel snel twee losse opmerkingen die ook nog gemaakt zijn. De overheid kan de inhoudelijke beslissingen beter aan vakmensen overlaten. Suzanne, is dat zo? De eerste hoop is natuurlijk dat er in die kamer ook wel wat vakmensen zitten, maar goed. Kijk dan maar naar jou. Ja, maar gelukkig niet de enige. Ik denk dat je, om maar aan te sluiten weer bij de eerste stelling, ik denk wat we moeten bereiken op klimaat en circulair is zo groot en fundamenteel, hè, is echt een grote shift in onze economie. Je moet als overheid absoluut technieken helemaal tot het detail gaan invullen. Dat zou nooit voor zijn dat bedrijven moeten concurreren, innoveren en echt dat aanjagen. Alleen die kaders stellen, ja, dat is een democratisch proces voor de bedrijven, dus dat we daar een gekozen partner. En er werd nog de opmerking gemaakt, er wordt alleen maar gepraat in Nederland over duurzaamheid. We doen het niet. Kijk, er gebeurt nu wel veel, en zeker met die SDE-subsidie, we hebben het gisteren weer in de krant kunnen lezen, hier gisteren, dat er wel fors geïnvesteerd wordt. Dat heeft iets met windenergie. Wind, maar zon en geothermie. Dus er is nu wel een proces op gang, maar dat loopt weer af als het kabinet niet daar dat gaat verdubbelen. En de vraag is, ja, hoe duur is het nou eigenlijk? Kijk, wind op zee, dat was hartstikke duur, dat kost ongeveer 20 cent per kilowattuur. En dat zit nu op orde 8 cent per kilowattuur. En dat is in 4 jaar bereikt. En de deskundigen zeggen, dit kan terug naar 4 cent, dus nog goedkoper dan kolenstroom. Mm-hmm. Nou, daar heb je dan inderdaad een paar miljard subsidie voor geïnvesteerd, ongeveer 80% minder dan de bedoeling was. Hè. De eerste kant had heel veel geld klaar, maar liggen daarvoor, had hij helemaal niet meer nodig, want het liep vanzelf. En dat is mijn stelling, dit hoeft de staat niet superveel geld te kosten, maar het gaat om politiek leiderschap. We gaan die kant op en dan gaan de burgers ook wel mee. Maar als zelfs een premier meeklaagt over hoe zielig het allemaal is, de duurzaamheid en hoe duur het is, ja, dat gaat niet werken. Tot slot, aan jullie alle vier de vraag. Er komt nu een nieuw kabinet aan, ze zullen iets met duurzaamheid moeten denken. Wat is je hoop? Noem één maatregel waarvan je in elk geval hoopt dat het nieuwe kabinet het gaat nemen. Marco? Ik zou dan zeggen dat we af moeten stappen van de subsidies op inefficiënte zonnepanelen en windmolens. En veel meer moeten inzetten op ontwikkelen van groene opslag. Of eventueel eindelijk zou ik willen een nieuwe stap in kernenergie. Maar dat durft niemand hoor, in Denemarken. Nee, dat krijg je helemaal niet. Dat is al een maar het als utopie is het mooi. Annemiek, wat moet je in elk geval doen, hoop jij? Nou ja, ik heb die twee grote dingen, Health is Society en Circular Economy. Maar als we nou echt iets moeten doen, en deze mensen zullen altijd klein blijven denken, moeten ze toch maar in de burger blijven, en dan sluit ik me aan, dat is het allerbelangrijkste om naar de energiebesparing. En dat betekent een nieuwe coalitie met de woningcoöperaties aangaan, omdat het gaat om de gebouwde omgeving. Maar overigens, nee, dat heb ik niks meer. Dat is meer, ik denk alsof omdat ik nu een paar keer over kernenergie heb gesproken, alsof het zo degradatie is. Maar er zijn prominente klimaatonderzoekers, hè, die dit steunen, Tim Hansen of Ken Miller. Het is niet zomaar een dingetje waar ik steeds op terug wil komen, maar dit is een opkomend idee volgens mij. Dat valt beter in dan zijn kosten trouwens. Ja. Suzanne, als je mag kiezen uit al die terreinen die Pierre heeft aangekaart in zijn eerste stelling,
transitie van de elektriciteitsvoorziening, gebouwde omgeving, industrie, verkeer, landbouw. Dat moeten ze als eerste aanpakken. En niet zeggen dat ze het allemaal tegelijk moeten aanpakken. Nee, ik blijf dat ik echt denk dat het heel belangrijk is dat we die klimaatwet krijgen. Dus dat ik echt hoop dat die verankering in een grotere, en dat over kabinetsperiodes heen doelen durven zetten, dat kan. Want dan gaat de burger pas lopen, dan gaat het bedrijfsleven. Maar het is ook een helderheid. En bedrijven investeren voor 25 jaar. Ja, want die hebben gewoon die helderheid nodig van dit is er wat er van gevraagd wordt. Pier, wat hoop jij dat Alexander Pech komt in de wachtstreek? Nou, ik denk dat hij in de wachtstreek hoor. Ik denk dat het speerpunt wordt toch het volledig nul op de meter maken of energie-neutraal van echt miljoenen woningen. En dat kunnen ze nog doen in die komende vier jaar. 40% van de CO2 samenwerking met de. Nou ja, kijk, die windmolens, daar was van oorsprong voor. Je zal toch met het bedrijfsleven moeten doen. En als er ergens iets te verdienen is, dan is het in onze gebouwomgeving voor de werkgelegenheid en voor de snelheid van de productie. Ja, maar dat moet het mogelijk maken, hoeft niet eens veel geld te kosten. Het gaat eigenlijk om garantiesubsidies, dat als je als burger investeert, dat je de garantie krijgt dat dat binnen 10 jaar ook weer terugverdiend wordt. En dan moet iemand dat geld voorfinancieren. Nou ja, we hebben ook de ABN voor gefinancierd, de ING en nog een paar banken. Dit kan ook makkelijk en dit levert nog veel meer op. En om de vraag om te draaien, wat vrees je dat niet gaat gebeuren? Nou, Marco heeft al antwoord gegeven. Nee, ik vrees dat het niet komt. Nou ja, ik hoop het. Maar ja, ik hoop maar dat het ook vrees je dat het niet gebeurt. Nou ja, misschien vrees ik dat wat ik net zei over klimaat, hè, dat het woord van iedereen is voor Parijs, dat het ingevuld wordt op een manier die echt niet recht doet aan Parijs. Mag ik uw applaus voor Pier Fennekraat, Suzanne Kreuker, Marco Visser en Annie Kool. De volgende keer weet ik al dat we het gaan hebben over Europa na de verkiezingen. Over Europa na de Duitse verkiezingen, dat is de eerste woensdag van oktober hier in Nieuwsport. Ik vermoed dat we dan over de verkiezingsoverwinning van Angela Merkel kunnen hebben, maar ik weet het niet zeker. Dank voor uw komst.